Nu ligt het Vijverpark in Brunssum er nog rustig bij, maar over een kleine maand zal het er weer zo uitzien. Dan vindt de parade weer plaats, waar dans en muziek centraal staan. De parade is officieel geopend! Wat we kunnen verwachten is een fantastische parade met een 14-tal groepen. Iets wat groter in opzet ten opzichte van de vorige editie, 2 jaar geleden. Heel veel te doen. We hebben een bomvol programma. Er zitten workshops bij voor de kinderen. Daar zitten optredens bij van bands. En daar zitten natuurlijk de optredens ook bij van de groepen. Die verbroedering door middel van muziek is waar het festival bekend om staat. En het trekt dan ook veel mensen uit binnen- en buitenland. Je merkt ook dat er behoefte is om dat cultuurmaatschappelijke, het folkloristische dans, om dat ook te omarmen en een plek te blijven geven. Als we kijken naar de ticketverkoop, dan zie je ook dat er tickets besteld worden vanuit Amerika, uit Zwitserland, Duitsland, België. Dus dat is heel erg mooi om te zien dat we wat dat betreft internationaal publiek aantrekken. 350 vrijwilligers uit de regio zijn opgetrommeld om het feest dit jaar weer in de stijgers te zetten. Een van die vrijwilligers is Leonie. Zij begeleidt de Argentijnse dansgroep, waarmee ze een bijzondere band heeft. Ik heb de groep in 2008 hier op de parade in Brunssum leren kennen. Daar zijn gewoon vriendschappen uit ontstaan. En een paar maanden later ben ik gewoon op mezelf op reis gegaan door Brazilië en Argentinië. En dan ben ik op bezoek gegaan, ook bij deze mensen. En eigenlijk is zo het balletje gaan rollen. Het is aan de ene kant best heftig. Intens. Je bent dan toch echt een paar dagen flink op pad. Het wordt wel echt geleefd, maar dat is ook gewoon mooi. Het hoort er ook gewoon heel erg bij. Je gaat dan ook echt op pad met de groep die je begeleidt en daar krijg je automatisch ook een band mee. Die band is er niet alleen tussen vrijwilligers en deelnemers wereldwijd, maar ook tussen inwoners binnen de streek en de hele provincie. Verbinding, verbroedering, dans met elkaar, jong en oud, zoek elkaar op, niet polariseren. Hier vindt het plaats, hier zoeken we elkaar op en dan maakt het niet uit wie je bent of wie je wilt zijn. We zijn er met elkaar om er een mooi feest aan te maken.